Hallo, Kiel van Vini Ferra hier en ik had graag gesproken over ons tastypakket krachtig fruitige wijn. Met krachtig fruitige wijn bedoelen we zo de tussenmaat tussen de complex fruitige en de fris fruitige. Hier zit je echt met fruitige wijn die vol, bordenvol aroma zijn, maar die niet zo simpel meer zijn. Heeft dat wat vatlagen gekregen, heeft dat wat beton gezien. Allee, we zitten hier eigenlijk een heel leuk gamma om te leren kennen, omdat dat ook qua prijs altijd wel wat meevalt. Je zit niet in de hoogste categorie, maar ook zeker niet in de laagste. We gaan beginnen met onze Oldenburg. De Oldenburg Red Blend komt van Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is gekend voor Stellenbosch. Deze komt ook van Stellenbosch. Dat is een assemblage van Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc en Wassira. Je zit eigenlijk met een Franse assemblage in Zuid-Afrika. Zorg ervoor dat je een heel mooi volume krijgt in fruit. Maar ook zo dat toasty gebrande, dat ook wat typisch is voor Zuid-Afrika erin zit. Het is een heel complexe stijl. Maar ook fruit forward, dus dat is zeer leuk om te ontdekken. Le Vin Noir, dat komt uit Brulois, hier zijn we terug in Frankrijk. Brulois is een regio in het zuiden van Frankrijk. Die wijn is voor een goede 40% gemaakt met tannin. Tannin is een druif die van zichzelf heel veel bitters heeft. Maar hier is hij vooral fruit forward gemaakt. Je hebt een heel mooie donkere wijn, vandaar de naam Le Vin Noir. Maar eens met een speciaal kantje, omdat tannin erin zit, dat tannin. Druifje zorgt wel voor heel wat extra in die wijn. Dan gaan we naar Kroatië. We zitten hier op het Schiereiland Istrië. Hier zit je in de noordwestelijke hoek. Inheemse druif, Refosk, jaargang 2015. Het leuke aan deze wijn is eigenlijk dat je een heel droge stijl krijgt. Dus daar ben je geen suiker in. Maar ze hebben een heel lange maceratie gehad op de pijl. Dus combinatie sap en pijl had langer geduurd dan normaal. En dan krijg je eigenlijk een zeer intense wijn. Het komt er geen hout aan de pas. Maar zit je vooral met een fruit forward, droge stijl en alle tannines die in de wijn zitten, komen wel degelijk van de druiven. Dan gaan we naar een zachtere, fruitig krachtige wijn. Dat is de zin van Del Valente. Hier zijn we in Californië op een goed uur rijden van San Francisco. Winter Vineyard is er heel goed in om een monocepage te maken en die druif er aan te spreken. Zin van Del is dezelfde druif als de Primitivo van Zuid-Italië, maar hier zit je in Californië, dus hier zit je wat een warmere regio. Een zeer, zeer lekkere stijl, die vooral in de mond een soort aardbei gaat geven, maar met een heel aardse ondertoon. Dat is een zeer leuke wijn, dat denk ik gegeven bij een chocoladedessert en dat was zeer, zeer lekker. Dan gaan we naar Zuid-Spanje. Wordt gemaakt in Zuid-Spanje op een goede kilometer hoogte in de bergen. Bodega Serón werd altijd volledig biologisch en vegan. Dat zijn mensen die houden van een beetje houtrijping, die houden van een lage opbrengst tegenover een goede kwaliteit. Dat is hun, tussen haakjes, want het is geen basisstijl, maar het is wel hun eerste wijn. Het is een leuke stijl, omdat het echt een stijl is die heel veel mensen lekker vinden. En ook wel heel interessant is naar gastronomisch aspect toe. Je zit met een assemblage van 5 verschillende druiven. Zit er wat Sensibel in, dat is Tempranillo uit die regio. Zit er wat Mourvèdre in. Zit er wat Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. Zit echt met een heel deel verschillende druiven. En dat gaat de complexiteit gaan benadrukken. Maar dan zit je met dat zachte, fruitige aspect die eraan zit. En dat maakt alles zoveel leuker. Het is een heel levendige wijn. En dan als laatste gaan we naar een oerklassieke regio, Châteauneuf-du-Pape. Maar we gaan de regels niet gaan volgen, dus het noemt geen Châteauneuf de Pape, het is jus de vie. Dat is ook biologisch gemaakt, dat komt van Orange in Zuid-Frankrijk. Een zeer leuke stijl, zit je echt met een krachtige fruitigheid, zoals het pakket ook dat toont. Maar zit je ook met een heel lange afdronk. En die afdronk zorgt er ook voor dat het heel aangenaam drinken wordt. Dat is eigenlijk een wijn die ook zich ertoe neemt om bij veel kaas te gaan serveren bijvoorbeeld. Je hebt veel verschillende soorten kaas die heel lekker zijn met jus de vie. Kijk, dat was ons fruitig krachtig wijnpakket. Het is misschien wel mijn persoonlijke favoriet tussen al de pakketten, omdat je zo'n verschijnheid hebt en toch een hele mooie rode draad erdoor. Ik kan enkel en alleen maar nog zeggen, geniet van een goed glas wijn, maak de juiste beslissing en kijk rustig even verder op de website.